Een motormonteur is een motorfietstechnicus die verantwoordelijk is voor het onderhouden en repareren van motorfietsen. Het onderhouden en sleutelen aan motorfietsen kan vergeleken worden met het werken aan auto's en andere voertuigen, met het belangrijke verschil dat motormonteurs een voorliefde hebben voor motoren en het motorrijden. De meeste motorgarage houden zich niet alleen bezig met het onderhouden en verkopen van motoren. Denk bijvoorbeeld ook aan het organiseren van toertochten en aan het geven van rijvaardigheidstrainingen. Als motormonteur ben je dan ook werkzaam met collega's die meestal allemaal een voorliefde hebben voor motoren. Net zoals andere voertuigen hebben motoren regelmatig onderhoud nodig. Het goed onderhouden van motoren is belangrijk omdat veiligheid op de motor een belangrijke rol speelt. Het mag niet voorkomen dat er ongelukken gebeuren omdat een motor technische gebreken vertoont. De meeste motorrijders laten hun motorfiets regelmatig controleren zodat de motorfiets veilig te gebruiken is. Het is de allround motormonteur die precies weet welk onderhoud een motorfiets nodig heeft. Hoe vaak een motorfiets onderhoud nodig heeft, is afhankelijk van het gebruik en de fabrieksopgave. In alle gevallen is het bij motoren belangrijk om minimaal een keer per jaar de motorwerkplaats te bezoeken voor onderhoud. Het is de motormonteur die de motorfiets zal onderzoeken op mogelijke gebreken. Bij motoren is het ook erg belangrijk om goed op de banden te letten. Denk hierbij aan mogelijke haarscheurtjes, het profiel en aan de leeftijd van banden. Een ander belangrijk punt is de aandrijving naast de remmen en verlichting. Het is denkbaar dat een motormonteur ook werkzaam is als verkoopadviseur. Dit is meestal het geval binnen de kleinere motorgarage. Motormonteurs moeten dan ook in veel gevallen aangemerkt worden als allround-medewerkers die inzetbaar zijn voor verschillende werkzaamheden. thank you